De stichting RUMAS heeft afgelopen zaterdag in verband met de moederdagviering op 12 mei een Mama Praxeri Day georganiseerd in de Paramaribo Zoo. RUMAS heeft toen 200 moeders in het zonnetje gezet. Het thema van de Mama Praxeri Day was het plezier van resultaatgericht opvoeden. Volgens Emmy Hart, directeur van RUMAS, bestaat de stichting dit jaar 10 jaar. We zijn al enige jaren bezig vrouwen en moeders bewust te maken van hun rol als opvoeder, partner en zelfstandige burger in Suriname, benadrukte de directeur. Met de lustrumviering willen wij als RUMAS onze ervaring delen door een boek te schrijven, zegt Hart. Na deze dag, vandaag gaan we een boek schrijven, deel 1, over... En vaderdag gaan we naar deel 2 schrijven. Dan gaan we mannen inschrijven. Dan gaan we alleen met mannen, oma's van Omkongja. Zo, maasma, meneer Bent, Sabasani. Dan gaan we die vaders. Want ik van Uno op klachten voor de man. Mijn vrienden op morgen klachten over Uno. Eerlijk, ik 10 jaar Rumas, ik weet waarover ik praat. En want we klaar zijn, Rumas wordt in augustus 10 jaar. Gaan we dan de kinderen aan het woord laten. Dat is het deel 3. Iemand zegt, zet deel 4 voor leerkrachten. Dat wil ik helemaal niet ben. Je hebt niet nadenken wat de 5e wordt. Dan wordt het een boek voor Suriname. Voorstel aan president die aan termijn op zag. Een boek moest presenteren iets erna. Maar dan moet ik naar Uno meekijken. Toch meneer Ben, toch meneer Koster, mevrouw Wouden. Wij gaan het boek zelf schrijven. Dan op een handleiding die erna. Het gaat niet goed met onze jeugdmensen. Renate Wouden, voorzitter van de Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, hoopt dat de moeders de tools die zij tijdens deze dag hebben gehad, zullen gebruiken om het beter te doen. Want vanwege de situatie gaat het niet altijd goed met een aantal moeders in Suriname, benadrukte Wouden. Het gaat erom moeders, nou weet ik de boy, nou weet ik de maasma. Houd daarmee rekening wanneer ik iets zeg. En het gaat om de opvoeding. Wij hebben ze gevormd en wij hebben ze opgevoed. Niemand anders. Oké. Moederdag, Mama Day. Voor sommigen een dag om moeder de vrouw extra te verwennen. Anderen vinden het een commerciële activiteit. En een groep die van mening is dat je moeders elke dag moet verwennen. Wie heeft nou gelijk? Ik zeg alle drie. Laat ik beginnen te stellen dat alle vrouwen moeders zijn. Niet omdat biologisch in de mekip Giano amma. Want je kweekt nicht, neef, buurtkinderen. Je bent in het onderwijs, verpleegster, noem maar op. Je komt elke dag in contact met kinderen. Dus je voedt kinderen op. Die van jou plus nog die van anderen. Tot zover Renate Wouden, voorzitter van de Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, de BBGO. Ze sprak afgelopen zaterdag tijdens de Mama Praxeri Day, die in verband met de viering van Moederdag door RUMAS is georganiseerd in de Paramaribo Zoo.